Hallo, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. In deze video gaan we een torendeel laden in Denemarken, die we uiteindelijk via Duitsland en Nederland naar België gaan brengen. Dus ik hoop dat jullie hem weer leuk vinden. Zoals jullie zien, ik ben al gearriveerd in Denemarken en dan gaan we hem even gauw laden.
Geslapen hier. Zoals jullie al gezien hebben, ik sta op de Deens-Duitse grens. En over rond 9:30 gaan we rijden, gaan we Duitsland in. En dan gaan we meteen de eerste parkeerplaats in Duitsland, gaan we er alweer af. Daar komt de politie naartoe. Die neemt ons dan mee. We gaan een heel stuk binnendoor dadelijk. Want ja, je pakt natuurlijk niet de meest logische route. Normaal gesproken zou je vanaf hier gezien gewoon de 7 naar beneden richting Hamburg gaan. Maar er zitten nog een paar bruggen in waar wij niet overheen mogen. Dus we gaan er dadelijk vanaf en dan gaan we helemaal via Husum rijden naar de A23. A23 rijden we weer helemaal omlaag. En als je dan bijna bij Hamburg bent, dan gaan we weer de A7 op. Dan gaan we weer omhoog richting Denemarken. Ja, lekker handig. En dan krijgen we, ja, een stukje boven Hamburg, krijgen we nog een keer een politie erbij. Die nemen ons dan weer een stuk binnendoor mee. Dan gaan we vanaf daar richting Lübeck. En vanaf Lübeck gaan we dan weer richting Hamburg. En dan, nou ja, uiteindelijk dan toch een keer Hamburg voorbij via wat omwegen. Dus en we gaan zien hoe het loopt. Dat is altijd wel een beetje een dingetje natuurlijk. Maar vooral die tweede politie, die wil nog wel eens lastig zijn als je iets te vroeg of iets te laat bent. Dus het is een beetje van die tweede politie afhankelijk of we vanavond ver gaan komen of niet. Dus ik hoop het wel. Ja, ver komen. Ver genoeg komen in ieder geval. Dus mijn begeleiders zijn er hier al. Krijg je één stuurman erbij en tot aan Hamburg dan moet er ook nog een tweede begeleider bij. Ja, waarom die erbij rijdt, ik heb geen flauw idee. Beetje voor Jan Doedelzak, denk ik. Dus Tuf is ook al geweest. Ja, als je in Duitsland boven de 100 ton weegt, dan moet er altijd een poppetje van de Tuf langsgekomen zijn. Die kijkt dan of alles wat klopt, of de afmetingen van de vrachtwagen kloppen met hoe het op de vergunning staat en dergelijke. Dus nou, dat was ook allemaal goed. Dus, nou ja, goed, dan gaan we over, hoe laat is het nou? 8:15 gaan we over een uur en een kwartier rijden. En dan zie ik jullie dan weer. Tot straks, hè. Nicht mehr an.
Nou, daar zijn we weer. Even een paar uurtjes geslapen. En nou weer in de wachtmodus. Staat niet echt heel ideaal. Dus er zit hier geen geluidswal of niks naast. Ik sta recht naast de autobaan. Dus heel erg lekker heb ik ook niet geslapen. Maar ja, het is even niet anders zou men dan zeggen. Dit op zich wel redelijk goed gelopen gisteravond hoor. Daar valt niks van te zeggen verder. De politie was mooi op tijd, ook de tweede keer. Precies op de afgesproken tijd, dus het scheelt wel. Ik had eigenlijk nog ietsje verder kunnen rijden, willen rijden, dan hier. Ik sta nog net voor Bremen. Maar het probleem is een beetje, tot het komende stuk, of nu het stuk wat ik nou ga krijgen, daar zit niet al te veel met een schweerlastboer erbij. Er zit er nog wel eentje, maar die liggen in een bouwstijl. Dus dan is het ook maar de vraag of je daar opkomt en belangrijker nog of je er ook af komt. Dus die gok ging ik niet nemen. Dus nou staan we nog net voor Bremen. Dus we hebben nog wel een stukje te doen. Nou kreeg ik van mijn planner net nog te horen dat er een beetje een probleem is met het laatste stukje de vergunningsroute in België. Dus ik rijd vanavond gewoon naar de zaak. En dan hopelijk morgenavond verder en anders dan wordt dat iets voor volgende week. Dus de Nederlandse begeleider, stuurman, die is al onderweg hier naartoe. Die komt straks vanaf hier al erbij. Dus dat scheelt ook alweer een stukje. En dan ook vanaf hier pakken we natuurlijk weer niet de meest logische route. Ik ga nou een stukje omlaag en dan weer een stukje omhoog. En dan weer over de 2.13 en weet ik het allemaal. Dus een beetje een gedoe. Dus er zitten nog wel een paar knappe stukjes tussen. Wat bij. Dus ik hoop eigenlijk dat ik daar een beetje wat van kan laten zien. Is af en toe wel lastig. En dat ik natuurlijk wel meer dingen aan mijn hoofd heb. Maar ik ga het proberen in ieder geval. Dus wat ik zeg, nu nog even een paar uurtjes wachten en als ze straks gaan vertrekken, dan neem ik jullie weer mee. Nou, ik heb jullie eigenlijk helemaal nog niet verteld wat we nou eigenlijk geladen hebben. Ja, torendeel, dat zien jullie ook wel. Torendeel is 28,5 meter lang, weegt 71 ton. Dus het komt uit op een totale voertuiglengte van 55 meter ongeveer. En zo'n rond de 125 ton totaal gewicht. Dus best vrachtje. En ja, het ziet er wel leuk uit voor de foto en de filmpjes, al zeg ik het zelf. Ja, en zoals jullie zien, hij loopt ook wel aardig taps toe. Hij gaat van, even kijken, deze kant, dus de bodemkant zeg maar. Is 4,28 diameter. En dan hebben we daar ongeveer de topkant. En daar is hij nog maar 3,75. Dus een van de laatste delen, hier komt alleen nog een toppie op. Dus aan de voorkant hou je niet heel veel bodemvrijheid over. Aan de achterkant kan je hem gelukkig wel aardig hoog rijden. Dus dat maakt het weer net iets makkelijker. Dus ik zal nog even gauw laten zien hoeveel bodemvrijheid je aan de voorkant hebt. Ja, zoals je ziet, niet heel veel bodemvrijheid. Ik rij aan de voorkant op 18 centimeter rijhoogte. Dat is eigenlijk al ietsje te hoog. Maar anders is het helemaal niet meer te doen.
Zoals ik al aangegeven had, was er een beetje een probleem op de vergunningsroute richting België. Dus ik ga hem morgen hier op de zaak lossen. Daarna nog even gauw een vleugeltje doen en dan is het weer weekend. Ik hoop dat jullie de video wel leuk vonden. Het lossen bewaren we voor een andere video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie snel weer te zien. Tot de volgende.